President Desi Bouterse heeft tijdens zijn algemene politieke beschouwingen over het dienstjaar 2018 in de Nationale Assemblée aangegeven dat de regering tot en met het derde kwartaal 3 nieuwe buitenlandse leningen heeft afgesloten. 2 met de Export-Importbank van India en 1 met de Caribbean Development Bank, CDB. In totaal heeft de overheid van januari tot en met eind november een bedrag van $144 miljoen geleend en in dezelfde periode $123 miljoen afgelost op de buitenlandse schuld. Bouterse zei dat de regering binnen recht en wet alles in het werk stelt om de €19 miljoen die in Nederland vastzit los te krijgen. Deze voor ons onverkwikkelijke zaak in ons voordeel te beslechten. Daarbij worden financiële, diplomatieke en justitiële autoriteiten ingeschakeld, dus ook het buitenlands beleid via onze diplomatieke dienst. Mevrouw de voorzitter, verschillende leden van uw geacht college hebben aandacht besteed aan het beleid van de regering ten aanzien van arbeid. Ik kan u naar aanleiding daarvan meedelen dat de regering vanaf 2015 maatregelen heeft genomen om het proces van modernisering van de sterk verouderde arbeidswetgeving in versnelling te doen komen. Zo zijn in 2016 6 wetten goedgekeurd door de Nationale Assemblée. In 2017 waren dat er 3 wetten, terwijl in 2018 5 wetten zijn aangenomen door de DNA. Let wel, praat over wetten betreffende arbeid. Het staatshoofd gaf verder aan dat de moderne wetgeving voldoende garanties biedt voor goede werkomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en bestaanszekerheden. Dit vatte hij samen als decent work, decent pay. Beleid gericht op decent work, decent pay is niet los te zien van het financieel beleid van de regering. Prudent financieel en monetair beleid om prijsstabiliteit te waarborgen, gekoppeld aan koopkrachtversterking, waren eveneens nodig om werkenden en hun gezinnen de vruchten van het werken te kunnen laten plukken. De regering wenst in 2019 veel meer aandacht te besteden aan zowel het werkgelegenheidsvraagstuk als het vraagstuk van veiligheid tijdens het werk. Tot zover president Bouterse vandaag in de Nationale Assemblée tijdens een algemene politieke beschouwingen over het dienstjaar 2018. Na het betoog van het staatshoofd was er een vragenronde.